maakt niet uit. Het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit wat voor seksuele voorkeur je hebt. Gelijke rechten. We hebben de Pride Walk gehad. Daarmee laten we zien dat het oké is om in Suriname veilig over straat te gaan. Maar we lopen ook vooral voor de mensen die niet over straat kunnen. Er zijn nog een heleboel mensen in Suriname die niet uit de kast kunnen komen. Voor wie het een drempel te hoog is, zeg maar. En een drempel te ver om zichzelf te kunnen zijn op straat. Daarom hebben we dus de Pride Walk. Om te laten zien dat het mag en dat het kan. Maar ook uit protest. Van hey guys, wij zijn deel van deze samenleving. We horen erbij, we willen erbij horen. En we zullen ons niet uit het veld laten slaan. We weten dat er onbegrip is en we zetten ons in om het onbegrip uit de wereld te helpen. Men begint het te begrijpen, we maken kleine stappen vooruit. En ik denk dat de Pride ook een absolute bijdrage daaraan levert. Dat Suriname kan zien van hey, die mensen, die broeders en zusters, die horen er ook gewoon bij. Het is ook gewoon deel van de samenleving. We hebben vooral veel support gehad van de heteroseksuele gemeenschap. We hebben verschrikkelijk veel support gehad van het bedrijfsleven. We zitten in een crisis, we zitten in moeilijke tijden. Maar het heeft de mensen niet weerhouden om in het belang van het groter plaatje bij te dragen aan de Pride. En we zijn ze verschrikkelijk dankbaar. Maar we zijn ook gewoon trots op de manier waarop Suriname de Pride heeft ontvangen. En daarvoor wil ik Suriname absoluut bedanken. Als de Pride er is, is de Pride er om te blijven. En we zullen er het beste van maken, samen met u allen. We zijn een multiculturele samenleving waarbij we elkaar respecteren. Gelijke rechten voor iedereen! Dat is eigenlijk het belangrijke van de Pride. Dat stukje awareness, dat respect voor liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat we daar een keer moeten komen. Dat mensen niet uitgesloten mogen worden omdat ze verliefd zijn op iemand. Liefde is al zo schaars. Er zijn een heleboel mensen single, er zijn een heleboel gebroken relaties. Gun die mensen die op hun partner verliefd worden, gun die mensen de liefde ook. En laten we ze respecteren.